We hebben gisteravond het IENA-project gedraaid. Daarbij hebben we samenwerking gehad met de burger, de BOA en de politie op de fiets. En we zijn in Aalten geweest. We hebben gesurveilleerd op de fiets in de wijk om te kijken of we verdachte situaties zagen. De burgers zijn voor ons aan het signaleren gegaan om te zien of ze iets verdacht zagen. En zelf hebben we ook diverse voertuigen gecontroleerd door middel van de ANPR. En collega's op de motor hebben ook nog diverse staandhoudingen verricht. Het was in het kader van het Donkere Dagen offensief. Naast dat de woninginbraken stijgen, is het ook goed om zicht te hebben wat er gebeurt in de wijken. En de burgers die weten natuurlijk heel goed wat er speelt. En die hebben we dan ook gebruikt als onze ogen en oren naast dat we zelf de waarnemingen hebben gedaan. De woninginbraken in de gemeente Aalten zijn op het moment redelijk hetzelfde elk jaar. Rond november, december zien we toch wel weer een stijging. Ja, dat komt omdat het donkerder wordt. Als mensen aan het werk zijn, kun je zien dat ze niet thuis zijn, omdat het licht niet aan is. En de inbrekers, ja, die hebben natuurlijk het geluk dat het donker is en dat ze daardoor minder opvallen. Kijk goed naar het hangingsluitwerk dat je zelf hebt. Heel veel woningen, daar zijn de mensen in komen wonen, bijvoorbeeld in de jaren 90. Nou, dat hang- en sluitwerk is best verouderd, dus dan is het makkelijk om open te breken. Ook gaan veel mensen weg door even de deur dicht te trekken en hem niet op slot te draaien. Het zijn al simpele dingen die je kunt doen om het inbrekers minder makkelijk te maken. Doe je lampje aan, doe de gordijntjes dicht. Nou, kijk op maakhetsenietemakkelijk.nl voor meer tips.